Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. De kindjes zijn lekker hun eigen ding aan het doen. Ik heb het 2 uur lang volgehouden zonder tablet. Ze waren ruzie aan het maken enzovoort. Ik zeg, nou is het even klaar. Mama pakt ze straks alweer af. Dus dat. Ik ben even een broodje aan het eten. Want ik werd even... En ja. Het is vandaag de eerste dag van de vakantie. We doen het rustig aan. Ja. En we gaan wel zien hoe alles loopt en doet. Woensdag gaan Liam en Sam in ieder geval wel naar de pedagogisch kinderdagverblijf waar ze zitten. Dus ja. We gaan zien hoe het allemaal loopt. Het is je echt zomervakantie. Die twee komen niet van de bank af. En hij ook niet. We doen gewoon vandaag echt relaxed. Hebben ze ook gewoon even nodig. En dat moet ook gewoon kunnen. Ik ben aan het uploaden. Heb ik geregeld. Ik heb straks nog even met een vriendin gebeld. Ik doe het vandaag ook gewoon een beetje chill. Chill. Dus ja. Soms heb je gewoon die dagen dat je even chill doet. Ja, Peppa Pig. Ik heb alles van Peppa Pig voor de dag getrokken. Dus nu zit ze er lekker mee te spelen. Mooi. Hey, Lian, je hebt er hier 2 van. Doe ik eentje bij Sammy zetten, ja? Dan heb je er eentje. Heb je goed gedeeld dan. Oké? Nee, deze mag Lian. Ja? Samen delen, hè? Auto. Nee, kijk, Sam heeft de auto en jij hebt de auto, dezelfde. Dus jullie kunnen samen. Hoppakee, die is voor Liam. Oké? Staat die? Ja, maar die mag Liam wel spelen, toch? Lekker spelen. Ja. Is auto, goed zo. Ja, is dat mama Bing? Goed zo. Helikopter, goed zo. Lekker spelen, hè, jongens. Dit is auto, goed zo. Zijn ze lekker even bezig. Ik weet niet voor hoe lang, maar ze zijn even bezig. Een hele goede morgen. Het is dinsdag. En vandaag zijn die ratten nog thuis. We doen het gewoon rustig aan. Jongens toch. Ik ben gisteravond op tijd naar bed gegaan en ik heb geslapen als een roos. Ja, ik heb vast geslapen. Ik heb gisteravond ook de speelhoek van de kinderen uit en ingeruimd. Dat speelgoed van bovenaf gepakt. Zodat daar ook weer mee gespeeld gaat worden. Daar ben ik wel een paar uur mee bezig geweest. Ik moet ook even nog de vaatwasser doen. Ik was op een gegeven moment zo klaar met de dag. Ik had brood gesmeerd voor Niels. Ik zeg op een gegeven moment tegen Niels. Ik ben er weg van. Wat rust. Slaap lekker. Nou, dus Niels die zei succes. Dus. Dat ligt nu nog op me te wachten. En daar ga ik zo wel wat mee doen. En we gaan het wel verder zien hoe de dag weer loopt. Maar nu zijn er eerst nog 2 kinderen Peppa Pig aan het kijken. En Jordi is juf Roos aan het kijken. En Sam die zit Jordi te helpen met juf Roos. Serieus. Sam, dan moet je niet in je shirt douwen. Waar is dat? Nee. Oh. Doe Jordi maar helpen. Hoofd. Oh nee. Jij hebt die weer een ander aangezet. Voor George is dit de eerste keer in het veld. Doe
Eerst Jordi kan ook niet DJ'en, hè? Misschien werkt je andere wat? Misschien werkt het nog beter. Hier zit Mr. Sexy. Hi. Papi, jij en die hij. Oh, oké. Okay. Dus ja, we gaan het zien hoe het vandaag allemaal loopt en gaat en doet. Ik moet sowieso straks als de kinderen naar bed zijn of na het eten naar de winkel voor wat boodschapjes. Maar morgen is Niels heel erg lang weg. Hij moet naar beneden Limburg ergens. En dan hebben ze heel veel werk te verzetten. Of heeft hij heel veel werk te verzetten. Dus we gaan zien hoe dat allemaal loopt. Sowieso zijn die twee etters van mij naar de kinderdagverblijfschooltje, hoe je het ook wil noemen. Dus ik kan overdag genoeg doen. Iets wat wij heel veel in vakanties doen, zijn tosti's maken. En waarom doe ik dat? Dat is iets wat ik zeker weet dat ze eten en niet zullen klagen. Dus ja, ik maak altijd twee tosti's voor de kinderen. En dan moeten ze maar lekker kijken hoeveel ze eten, et cetera. Dan moeten ze lekker zelf uitzoeken. Jordi krijgt ook gewoon twee tosti's. Die maak ik altijd als laatst. Omdat ik altijd zorg dat die twee eerst te eten hebben. Dan lopen ze niet meer aan mijn hoofd zo te mekkeren. En voor de rest, ja. Ik ga zo de tosti's van Jordi zijn met een paar minuutjes klaar. En dan kan ik Jordi eten geven. En daarna ga ik zelf even eten. Je hebt er altijd bij deze. Ik kan hier zo'n verzwaarder aanzetten. Maar ik zou niet weten waar die is. Maar ik heb mijn was opgehangen. En ja, mijn ramen vies moet ik nog doen. Ergens in de komende tijd. Maar we zitten lekker te snijden en te kamen. En ik heb was opgehangen dus. Ik ga dadelijk na het eten ga ik echt dat ding even aanpakken. Want het probleem is, ik zit dan in mijn hoofd te bedenken hoe dat ik dat het beste aan kan pakken. Maar tot nu toe wat ik doe werkt niet. Dus ik ben echt aan het nadenken over hoe ik dat ga aanpakken. Want ik wil gewoon de bovenkant leeg hebben, zeg maar. Het lichtgedeelte wil ik gewoon eigenlijk leeg hebben. En dan gewoon alles via daar kunnen pakken. Maar er liggen ook dingen bij die ik soms heel snel nodig heb. Maar niet elke dag gebruik. Dus dat is wel echt iets. En als je een druk hoofd hebt, ga je eerst altijd 20 keer denken voordat je het gaat doen. Maar goed, eerst maar eens even eten regelen voor mijn groot kind. Die hier heel lief zit te wachten. Ik ben dat ding aan het opruimen. Ik heb daarboven heb ik alles al gedaan. Maar ik heb ondertussen een tovenaar erbij gekregen. Hey Liam de tovenaar. Liam de tovenaar. Kijk eens even hier. Wauw, mooi tovenaar. Hallo. Heb jij Bing en Flop? En wie is dat? Amma. Is dat Amma? Zoma. Mama vastmaken? Nou, mama gaat even vastmaken. Nou. Het is schoon opgeruimd. Ik heb alles helemaal afgedaan. Ik doe altijd, omdat Jordi doet zwemmen, extra van die onderleggers meegeven naar school. Nou, die zijn allemaal teruggekomen. Dus ik heb extra onderleggers nu. Ja, ik ga ze niet boven neerleggen, want boven gebruik ik ze niet. Maar beneden gebruik ik ze wel.
Dus ik heb daar 2,5 stapel van die onderleggers nou liggen. De luiers van de Liam en Sam. En daarachter zitten weer washandjes, dat soort dingen allemaal. Dat ze niet zomaar gaan pakken dan. Dus ik heb dat ding geregeld. En daarboven heb ik ook alles gesorteerd. Dit is allemaal voor de billen en de huid. Daar voor de buik van Jordi zijn brillenkoker, et cetera. Dus ja, volgens mij heb ik daarvan nu alles wel geregeld. En is het weer netjes en is het weer vindbaar. Ik had bij de Kruidvat luiers besteld. Zodat ik dat niet allemaal hoefde mee te slepen. Niet alleen luiers, ook shampoo en dat soort dingen allemaal. Dus ik kreeg net die doos binnen. Hij is alweer ingenomen. Ik heb hem even stevig voor hem, want dan wou hij graag. Heeft hij om gevraagd. Dus ja, hij kan lekker in de doos spelen. Lekker rustig. Oh, en ik heb meerdere keren gevraagd vandaag of ze naar buiten willen. Maar nope. En de deur moet dicht. Het is een beetje warm. Maar het is zoals het is. Ik ga niet de hele tijd in gezeik zitten. Daar heb ik gewoon helemaal geen puff voor. Ja. Het is gewoon zoals het is. En we zullen het wel verder zien. Ik ben ook al bezig met mijn eten. En ja. Komt allemaal wel weer goed. De boel is hier weer schoon. Ik heb straks even boodschappen gedaan. En ik ben in de regen, de stromende regen, teruggelopen. Dus ik ga zo even douchen en dan lekker naar bed. Niels is al naar boven toe. Die moet morgenochtend om 6:30 of 5:30 uit bed. Om weg te gaan. Die is morgen heel lang weg. Voor te werken. Maar ja. Ik heb alles al klaarstaan. Liam en Sam gaan morgen naar school. Alles is gewoon verder opgeruimd en gedaan. Dus ik ga lekker douchen en naar bed. Papa is er niet. Papa is centjes verdienen. Is het klaar? Heb je gepoept? Nee. Jawel, heb je wel. Kiekeboe. Wakker worden, jongeman. Hallo. Hallo, Jan. Of is het klaar? Gaan we naar beneden? Is het klaar? Ja, goed zo. Isna. Ja. Nee. Mama moet Jordi wakker maken. Ja. Oh, Jordi. Hi, Jordi. Hi, Jordi. Jordi, wakker worden. Hi, Jordi. Jordi, wakker worden. Slaap is klaar. Ja, slaap is klaar. Heel goed van jou. Is het water? Kun je wakker worden, Jordi? Hoi. Nou, wakker worden. Een hele goede morgen. Mijn bril zit nog steeds scheef. Maar goed. Ik ga die twee etters ga ik naar school brengen. Ja! Ja! En dan ga ik met Jordi even naar de winkel. En dan ben ik met Jordi lekker thuis. En gewoon lekker eventjes rustig aan. Ik heb vandaag niet veel gefilmd. Deze grote vent heeft heel veel buikpijn gehad vandaag. Daar ben ik heel veel mee bezig geweest. En toen ik Liam en Sam opgehaald heb, was het ook weer overprikkeling. En ze ruzie maken samen. En dat soort dingen. En Niels is ook nog steeds aan het werk. Dus ja, dat. We gaan het allemaal zien hoe het loopt. Ik moet daar ook nog eten. Ik ga daar eerst even Niels bellen en vragen wat hij nou wil. Of dat hij zit in Sittard daar ergens. Of dat hij naar de McDonald's gaat of wat hij wil.
Maar in ieder geval, ik heb Liam en Sam al op bed. Two down, one down need to go. Dus die krijgt nu de fles. En daarna moet ik hem even goed verzorgen. Want zijn kont is echt kaputo's. Dus ik heb al dokter Swaap klaargezet. Dus moet ik van de week ook nog even nieuwe halen. Want ja, die is bijna op. Alles is hier in rust en in slaap. Niels is onderweg naar huis. Die komt over ongeveer 40 minuutjes thuis. En het is een bende. Ik ga het even opruimen. En ik moet ook nog brood smeren voor iedereen. En alles erop en aan. Dus ik ga proberen om het in die 14 minuten te doen. En als het niet lukt. Sorry Niels. Maar hey. Hij kan ook gewoon op de bank gaan zitten. En voetbal gaan kijken. Het is me niet volledig gelukt. Maar Niels is thuis. Zoals jullie zagen op beeld. En ik ben nu klaar. Maar Niels en ik hebben ook nog 3 kwartier ongeveer zitten praten. Dus ja, was geen 40 minuten, ik denk 50, 60, zoiets. Maar ik ben wel klaar nu. Goedemorgen. Hi. Daar ligt Jordi. Niels heeft de kinderen uit bed gehaald en die heeft luiers verschoond en alles. En ik heb flessen gemaakt. Jordi heeft zijn flessen op. De bus. Is daar een bus? Het is bus. Oh. De bus. De bus. Er staat bus. De bus. Oh. De bus. Tuintje getoetst, alles erop en eraan. Alles geregeld. Ja. Dadelijk gaan deze grote vent en die een andere grote vent naar schooltje toe. En ja, het is een klein schooltje. Er zitten maar 2 klassen. Dus ja, het is een schooltje. Die gaan dadelijk daarheen. En Jordi is lekker bij mama. Morgen nog een dag. En dan is het voor hun ook vakantie. Maar ze hebben er zin in. Liam die... Liam die is aan het kijken wat hij kan uitvreten. Die loopt heel veel rond met dit ding. Want dan vindt hij ook gewoon fijn qua stof. Dat is die, ja, dan wordt hij weer roemops als hij hem, als hij hem aan heeft. Moet je andersom aan doen. Andere kant. Deze kant. Deze kant. Kijk, piep, oh, kijk uit. Auw. Ja, auw. Dat is niet handig, hè? Dus, daar ligt hij alweer. Dat ding gebruikt hij heel erg veel. Dus ja, hij is er heel blij mee. In ieder geval, ik ga ze dadelijk verder allemaal klaarmaken. Dan ga ik mijn Jordi heel eventjes, als ik er thuis ben, eventjes de rolstoel pakken. En dan ga ik even met hem naar de winkel lopen. En dan gaan we het alweer zien hoe het allemaal loopt. Ik ben met Jordi naar de winkel geweest. En ik had deze al in huis. Dus ik dacht van, hè, laat ik voor Jordi eierkoek geven. Hij vindt het zo lekker. Maar ondertussen laat ik Jordi ook gelijk oefenen. Met opstaan. Ja. Dus zo komt hij elke keer een stukje halen. Hij heeft ook al wat fruit op. Maar niet zo heel veel. Ik heb wat appel met hem gedaan. En dat vond hij niet zo tof. Maar hij heeft wel een halve appel op. Dus dat is goed. Nee, je moet je komen halen. Wil jij een stukje? Wil jij een stukje? Moet je komen halen? Hallo? Moet je komen halen? Wil jij? Moet je komen halen? Kom maar. Kom maar. Kom dan. Mama heeft hier. Kom maar. Maar staan. Ja, kom maar staan. Kom maar staan. Kom maar staan. Jawel, daar kan jij wel. Staan. Staan. Staan, opstaan. Dat is ook tevens weer een hele goede oefening voor hem om zijn benen te trainen. Dus dit is wat ik nu aan het doen ben.
Dit heb ik allemaal met de fysio overlegd enzovoorts enzovoorts. Om hem uit te dagen enzovoorts. Ja, wil je er nog eentje? Kom maar halen. Kom maar. Ja, goed zo. Kom maar. Goed zo. Dus ja, dat. En het is niet zo dat ik hem als hond wil behandelen of wat dan ook. Maar dit heeft er gewoon mee te maken dat ik hij moet in beweging blijven, et cetera, et cetera. En het is natuurlijk lekker, want hij krijgt het niet heel vaak. Ook omdat het, zeg maar, het kan stoppen. Het kan. Maar op dit moment heeft hij gewoon de non-lasting, dus dat is helemaal prima. Weet je er nog eentje? Jordi, je hoeft niet meer alles te gooien. Moet je komen. Kom maar. Eigenwijs, hè? Je weet wat mama van jou wil. Nee. Staan. 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 Goed zo. Goed zo. Alsjeblieft. Dus ik ga dit nog even verder doen. Ik weet niet wie er jarig is. Maar er zal ergens wel iemand jarig zijn. Dit hoor ik al een half uur. Ik heb de Bambix-bende weer compleet hier in mijn huishouden. Hallo. Boomba. Boomba, wie heb je daar liggen? Boomba. Boomba ligt daar en Api ligt daar. Moet je goed kijken. Wil jij even uitkijken alsjeblieft? Liam, stop. In ieder geval, ik heb de Bambix-bende weer bij elkaar. Dus dat. Ik ga even drinken voor mezelf maken. Want ik heb hun al drinken gegeven. En dan... ja, daar had ik alweer tijd voor. Oké, voor medicijnen, dat soort dingen. Voor een uurtje en zo. En toen was ik weer eens vergeten die vlog af te sluiten. Zo vervelend, hè? Maar goed. Ik heb brood gesmeerd. Ik heb alles gedaan voor de kinderen. Zodat ze van... Dag, dus omdat ik de vlog vergeten werd af te sluiten, naar school konden. En dat heb ik geregeld. Dus bij deze, bedankt voor de kijk. Krijg spraakgebrek. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.